Frankrijk, of de de Frans-Duitse as, zou je kunnen zeggen, was voor Frankrijk de mogelijkheid om zich machtiger voor te doen dan het land is. Want uiteindelijk is, is dat gestoeld op de, de Duitse macht. En voor, voor Duitsland was de Frans-Duitse as als het ware de mogelijkheid om zich minder machtig voor te doen dan ze eigenlijk is. En dat, dat minder machtig voordoen, dat wordt op het moment steeds moeilijker. Maar er zijn ook beperkingen aan die macht. We zien in de financiële crisis dat ook Duitsland natuurlijk niet in staat is om uh, zijn stempel op het geheel te duwen. Ze kunnen wel nee zeggen op een bepaald moment en ze kunnen wel afremmen, maar uh, ze worden in de, in de centrale bank ook gewoon overstemd als dat uh, het geval is. En wat Duitsland nu eigenlijk zegt is: wij willen helemaal geen, geen macht in Europa. Wat wij willen. Is dat de andere landen zich aan hun afspraken houden? En uh, daar geldt een heel simpel principe. We hebben uh, in het verleden vaak genoeg geleerd uh, dat op het moment dat er druk op de ketel is, landen heel goed in staat zijn om zich aan afspraken en aan, aan pijnlijke beslissingen te houden. En zodra de druk van de ketel is de teugels wat gevierd worden... dan blijkt opeens dat ook afspraken niet meer nagekomen worden... doelstellingen niet meer gehaald worden, et cetera. Dus wat Duitsland nu probeert is die druk op de ketel te houden. Nu is het moment om uh, die discipline... die we met elkaar hebben afgesproken... wat geen Duitse wens is, maar dat hebben we met elkaar gedaan... om die als het ware ook af te dwingen. En op, als je op voorhand al gaat zeggen van... nou ja, wat je ook doet, we blijven geld geven... Uh, dan wordt het natuurlijk niks. Dus ze, ze willen niet eens zozeer hun stempel leggen op het geheel. Nee, ze willen dat landen zich aan hun afspraken houden. En gebruiken, als het ware, deze crisis daarvoor om dat disciplinerende momentum vast te houden. Voor Duitsland is uh, een politieke Unie en prijsstabiliteit heel belangrijk. Uh, krijgen ze daar een beetje hun zin in? Toen de Berlijnse muur viel. Uh, kwam Mitterrand al vrij snel met het idee uh, om nu echt werk te maken van een Europese muntunie? De, de macht van de, van de Duitse Centrale Bank was Parijs altijd een doorn in het oog. Mitterrand noemde de Duitse markt de, de, de Duitse atoombom. Kool besefte na de, na de Duitse eenwording dat Duitsland hier een gebaar moest maken en zei tegen Mitterrand: Ik wil wel meedoen, maar alleen op voorwaarde dat. Die Europese Centrale Bank dan ook een, een Duits-achtige bank wordt. met alleen prijsstabiliteit als, uh, als het hoogste streven, politieke onafhankelijkheid. en tegelijkertijd dat er een politieke unie moet komen. Uh, daar ging Mitterrand op papier mee akkoord. maar in de praktijk kwam er van die politieke unie helemaal niets terecht. Dat zien we nu weer terug, hetzelfde verhaal. Want Merkel zegt: Ik wil wel meedoen aan verdergaande. Uh, steun, maar dan moet er wel een, een politieke unie tegenover staan en weer zeggen alle landen: geef eerst het geld, maar en dan komt die politieke unie. Later wel. Dat kan Merkel niet meer veroorloven. En de andere vraag is natuurlijk die van uh, de Europese Bank als een soort Duitse bank. Veel Duitsers hebben toch het gevoel dat, uh, dat de bank langzamerhand tot een uh, Italiaanse bank aan het omvormen is. En dat uh, is voor Duitsland, een land met een angst voor hyperinflatie, is dat is dat bijna niet te verkopen. Dus uh, daar zit Merkel in het dilemma. Ze kan de Europese Centrale Bank kan ze niet helemaal laten vallen, maar tegelijkertijd krijgt ze deze politiek aan het thuisfront niet echt goed verkocht.